wat doet een opruimcoach? We hebben het net even kort over gehad, maar hoe komen ze met jou in contact en hoe werkt dat dan? Nou, om te beginnen, wat een opruimcoach eigenlijk doet, is naast iemand staan. En de persoon die je helpt, die help je op zodanige manier dat op het moment dat ik klaar ben en de laatste keer de deur uit ga, dan kan die persoon zelf verder met wat ik hem verteld heb en wat ik hem geleerd heb. En dat kan op allerlei gebied zijn. Soms moet je mensen inderdaad echt leren om iets op een andere manier te gaan doen. Maar het kan ook zijn dat het gewoon een klus is die je afrondt. Dat je mensen helpt bij een verhuizing. Dat je vooral als oudere mensen kleiner gaan wonen. Dan is het heel lastig van wat neem je wel mee en wat neem je niet mee. Dan help ik mensen ook vooral door hun vragen te stellen. Door te zeggen van hey, wat zijn je liefste spullen? Welke spullen wil je het allerliefste meenemen? Ja. Daar begin je mee. Ja. En op die manier maak je het de mensen makkelijker om een keuze te maken. En ook met een tevreden gevoel straks dingen achter te kunnen laten. Maar het kan ook zijn dat ik mensen help met de nalatenschap opruimen. Dat is weer een hele andere tak. Dat is wel heel moeilijk en emotioneel. Vaak. Ja, ik raad mensen ook altijd aan om daar echt de tijd voor te nemen. En ik weet het uit eigen ervaring. Mijn zusje is overleden en die woonde in een verpleeghuis. En dan moet zo'n kamer binnen een paar dagen leeg. Ja. Nou, dat is echt niet leuk om te doen. En wat ik mensen kan bieden dan is dat ik voor die mensen de spullen opruim en tijdelijk opsla. En dat het uitzoeken dat je dat pas doet op het moment dat je er klaar voor bent. Ja, dat je er zelf aan toe bent. Ja. En in een verpleeghuis een kamer opruimen, dan heb je die tijd meestal niet. Nee. Wat ik daarnaast ook doe is bijvoorbeeld mensen helpen hun administratie te ordenen. Er zijn mensen die de post op een hoop gooien, de enveloppen soms niet half openmaken of het gewoon maar ergens neerleggen en dan hebben ze iets nodig en dan is het niet te vinden. Ja. Gewoon een huishoudelijke administratie is niet zo groot en is niet zo ingewikkeld. Maar het is wel fijn als je een systeem hebt waardoor je de spullen die je nodig hebt terug kunt vinden. En dat kan vaak in 2 of 3 ochtenden kun je daar heel veel in bereiken. En ik heb daar een systeem voor wat ik dus ook tijdens mijn training geleerd heb. En als ik daar mensen daarmee help met dat systeem, dan kunnen ze daarna gewoon zelf goed onderhouden. Ik geef ze dan ook altijd een A4 waarop staat wat je wel en wat je niet hoeft te bewaren. Wat wettelijk dus ook verplicht is. Welke dingen je moet bewaren. Die doen ze voor in hun map. En dan kun je er altijd even op terugkijken als je het niet meer weet. Ja. Dat is dus ook een van de dingen die ik doe. Het leuke is, als ik mensen help, dat ze altijd toch wel zeggen van hey, als jij ernaast staat, dan maak ik makkelijker die keuze. Ja, dat is zo. Ja. Je hebt vaak even dat externe zetje nodig. Ja, het is best moeilijk om mij in te schakelen. Ja. Want je laat toch iemand binnen in je eigen woning, in je eigen toch een beetje rommel. Privé en zo, ja. En dan laat je toch een vreemde binnen. Dus ik ga altijd op kennismakingsgesprek. Dat is altijd vrijblijvend. En ik zeg ook altijd tegen de mensen, het moet klikken tussen ons. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Tanja Kroes en Tommy Christian met Barcelona.